Oh my god, ze hebben hier zelfs Fastpass in de luchthaven. Ze hebben hier al in een pretpark. We zijn zojuist aangekomen in Krakow Airport. Hele goede vlucht achter de rug. Een van de beste die ik heb gehad waarschijnlijk. En nu zijn we aan het zoeken naar een bus. Het is een beetje zoekwerk, maar we komen er normaal wel. A few moments later. We hebben de bus gevonden. Oké, dus we hebben een bus gevonden, maar we moeten nog tot 8:30 wachten. Het is nu ongeveer 7:50, denk ik. Dus we gaan nog wel verkennen hier. Eerste snack uitgedraaid in Polen voor 5 PLN, dat is ongeveer een euro. Hopelijk is het iets waard. Ik vind het wel ça va. We zijn op de bus geraakt, het was eigenlijk redelijk goedkoop, maar 1 euro en nog iets. En we zijn vertrokken met de bus. Zo, we zijn aangekomen. Oh, de busrit ging nog wel redelijk snel. Normaal gezien is daar ons hostel. Het ziet er precies uit, gelijk van coming. Zo, we zijn zojuist aangekomen in onze kamer en qua eerste zicht, voor 10 euro per nacht ziet het er wel nog sava uit. Alleen de vloer ben ik niet echt fan van. Het is tapijt. Beetje vuil op sommige plekken, zoals je hier ziet. Maar ja, voor 10 euro dan gaan we denk ik niet klagen. Ça va, nee. Dus kijken naar de badkamer. Ja, ça va eigenlijk nog. Ja. Uitzicht op allemaal andere appartementsblokken. En ja, heel mooi. We zijn zo net naar de Zabka geweest. Volgens mij is dat een soort nachtwinkel hier in Polen. Ja, ik heb een Monster Fanta gekocht voor morgen dan in het park, Legendia. En Garcia heeft redelijk vage chips genomen, salami chips. Mm-hmm. En nog Kudas Energy. Kijk, ik ga nu zo'n salami chipje proberen. Nom. Ja, eigenlijk is het nog wel zo van. Het is eetbaar. We zijn nu onderweg naar McDonald's, maar de weg hier naartoe is wel een beetje creepy. We zitten hier midden in het bos, boswagentje. En hier is echt bijna geen verlichting. Maar ja, hopelijk komt alles goed. Hier zijn we daarnet nog doorgekomen. Ja, wat is dat, een duikbootkerk? Oh, zo ziet het er tenminste uit. Ja, we zijn bijna bij McDonald's. Ah nee, we gaan naar KFC nu. Even een kleine verandering. En we zijn aangekomen bij KFC. KFC met rijst. Oh, amai. Dat is dan speciaal. En hoeveel kostte dat? 2 euro, denk ik. Dat is niks, hè. En wat ik hier allemaal heb, dat is in totaal ongeveer 10 euro. Dat is ook nog wel ça va, hoor. Drankje. Wat is dit allemaal? Allemaal saus! Burger, fritten en dan ook nog zo'n potje. Ja, gaat smaken. We komen juist uit KFC en het heeft goed gesmaakt en het vulde heel fel. Limonaat ook heel goed. Het heet Mirinda, denk ik. En de buckets hier liggen heel klein, want ze zijn heel goed gevuld. Het waren ook speciaal. Het was zo'n special van China, waar dat nog rijst bij. Ze hadden een soort pikante, zoetzure saus. Dat was echt wel een goed menuke. Ja, dat vulde fel. Ik had erbij nog een burger. Dat was een burger met onion rings bij en nog stukken kippen.
En die vulde ook heel fel, dus ik zit echt wel vol nu. Nu gaan we nog eens bij de McDonald's kijken hoe het daar zit met de menu's. Bij de KFC hier was echt wel een heel uitgebreide keuze. Het is wel een half uurtje wandelen van ons hotel. Maar dat valt nog wel mee. Oké, we komen net van onze tweede stop, de McDonald's. Ik heb daar niks gehaald, want ik zat echt vol. Ja, wat heb jij gehaald? Nou, McFlurry, McCaramel. En Lion, denk ik, hè? Ja. Ja, en is hem goed? Goed zwart, ja. Ja. Ja, ik ben nog altijd aan het genieten van mijn limonade. Er staat nu wel Pepsi op, maar het is eigenlijk Mirinda. We zijn nu terug onderweg naar ons hostel. Oké, we zijn nu terug aangekomen in ons hotel. Het is nu al iets na 12, redelijk laat geworden. We hebben ook redelijk lang moeten wandelen. De eerste dag zit erop, is heel goed verlopen. Vlucht ging snel, bus ging ook heel makkelijk. Morgen Legendia kijk ik echt naar uit, dus dan zie ik jullie dan. The next day. Kukuleku. Wake up, you fucking idiots. Fuck it, this is a task for my good pal, Bully Maguire. A few moments later. Daar of. Oké, na bijna 20 minuten zoeken hebben we toch uiteindelijk de bushalte gevonden. Het zou wel wat beter geregeld mogen zijn hier, want het is echt moeilijk om te vinden. We waren de hele tijd boven aan het zoeken, we wisten niet eens dat hier beneden haltes waren. Dus dat mocht ze wel wat duidelijker aangeven, vind ik. Ja, en in Jilanya heeft er één bus dat je herkent. Als je de bushalte niet vindt, ga je dat vinden, maar dat hen nou weer niks is. Ja, dus dat zou nog wel wat beter kunnen, maar we hebben het gevonden, dus... Normaal gezien geraken we er wel. Onze bus is daar, zelfs kunnen we instappen. We zijn zojuist aangekomen in Katowice. We gaan nu onze weg zoeken naar Legendia. En normaal gezien zijn we rond 10:30 of zo daar. Het is nu 10:00. Half uurtje wandelen. We zijn nu bijna aan Legendia. Blijkbaar kunnen we ook de tram nemen. Maar wij gaan gewoon te voet gaan, want zo ver is het eigenlijk niet meer. Oké, we gaan nog even tussenstop doen bij het shoppingcentrum. Oké, dus ik denk dat we pech hebben. Hier is nog niks open. Het is 10:30 nu, maar volgens mij is alles gesloten omdat het zondag is. Oké, ik heb Legendia al gespot. De rest nog niet. Legcoaster is helemaal achteraan in het park, dus die kunnen we natuurlijk nog niet zien. En na een mooie, maar goede wandeling zijn we uiteindelijk aangekomen in Legendia.